Hey, ik ben Pulpina en in deze video laat ik je de basic edit zien van Final Cut Pro 10. Dit is mijn versie. Uh, ik heb gewerkt met Avid, met de Dopymeer, met Final Cut Pro 7, heel veel geëdit en dit is eigenlijk het allermakkelijkste editprogramma wat je je maar kunt voorstellen. Um, dat ga ik vandaag laten zien. Dus als je nog nooit hebt geëdit of je bent helemaal nieuw uh, met Final Cut Pro 10, dan zal uh, je. Sorry, zal ik je in deze video uitleggen hoe je heel makkelijk kunt knippen en plakken. Want dat is eigenlijk alles wat we gaan doen. Um, in een andere video heb ik je uitgelegd wat al deze tools zijn en hoe het allemaal werkt. Dat ga ik nu dus niet doen. Ik focus alleen maar even op de clipjes die hier staan, en hoe je ze hier in een goede volgorde krijgt. Dus gewoon het knippen en plakken. Nou, dit is een audioclipje. Dit is een videoclipje. Um, die hier dus al in een, in een project, in een evenement, in een event staan. Stel, ik wil dit clipje gebruiken. En die wil ik hierin zetten op een aantal verschillende manieren. Dat ga ik je laten zien. Het enige wat je hoeft te doen: naar het clipje gaan selecteren. Dat doe je door gewoon te klikken op het clipje zelf. Nou, je ziet dat hij meteen geselecteerd wordt, dat hij helemaal geel wordt. De makkelijkste manier om nu een gedeelte van het clipje te selecteren. Is door gewoon te slepen met de twee zijkanten. Van het clipje zie je. Je kan deze gewoon naar voren naar achter slepen. Dit zou dan het begin kunnen zijn van het clipje. Net zover dat je zegt: Nou, dit vind ik wel een mooi stukje zo hier. Als ik zo veroverleun. En hetzelfde geldt voor het einde. Kun je ook mee slepen. En je kan je zeggen: Nou, als ik hier zo lag tot daar wil ik het clipje laten gaan. Laat je hem los. Nou, nu heb ik zeg maar een clipje geselecteerd uit de gehele clip. De makkelijkste manier om dit stukje van dat clipje nou te krijgen hier in je timeline is door het gewoon te slepen in je timeline. Nou, je ziet nu al een handje verschijnen. Het enige wat je hoeft te doen is hem te drukken en vast te houden en dan te slepen naar je timeline en je laat los en dat is het. Hij staat op je timeline. Dan kun je hem afspelen door gewoon op spatie te drukken en dan zie je hier ...hoe je uiteindelijke clip eruit komt te zien. Nou, we hebben dus onze eerste clip gesleept. De eerste clip staat op onze timeline. Hartstikke goed. Um, en dat is eigenlijk de makkelijkste manier om clipjes in je timeline te krijgen. Dus gewoon door hier uh, te selecteren. Dan naar voren en achter te slepen. Op de tijden waarvan je denkt van nou, dit vind ik mooi. En het dan in je timeline te slepen. Een aantal andere manieren om dat te doen is door in plaats van veel met je muis te werken, veel met je toetsenbord te werken. Nou, we gaan even weer terug naar het begin van het clipje. Ik druk nu op de spatiebalk. En dan wordt het clipje afgespeeld. Nou, stel je voor dat ik zeg van, nou, ik vind het hier, vind ik het wel een mooi begin van het clipje. Dan druk ik hier op I. De I van in. Nou, dan zie je dat hier automatisch verspringt dus het beginpunt. Dan wacht ik even, want ik wil even kijken tot waar ik het clipje wil laten lopen. En als ik het juist moment heb gevonden, dan druk ik op O op het toetsenbord. O, die staat naast de I, handig. En ik druk weer op de spatiebal om het clipje te stoppen. Nou, nou heb ik dus ook een clip geselecteerd. Gewoon door het beginpunt te selecteren met I, de I van in. En het eindpunt te selecteren met O, de O van out. Nou, dan pak ik. Of je kunt dus gewoon, het, zoals ik net zei, het weer met het handje met je muis slepen naar je timeline. Dus dat je gewoon zo doet. Hiervoor kun je hem zetten. Hierachter kun je hem zetten. Je kunt hem erop zetten. Dat kan. Of je hebt hier ook een aantal opties om je clipje op je timeline te zetten. Dat laat ik ook even zien. Stel, je wil hem gewoon op je primary storyline hebben, dus dat is deze zwarte balk die hier loopt. Dat alles op één niveau zit, alles op één level. Nou, dan heb je dit knopje voor, dat zorgt er gewoon voor dat hij na het laatste clipje komt. Kijk, heel makkelijk. Maar stel je nou voor dat je zegt: van ja, dat is allemaal hartstikke leuk, maar eigenlijk wilde ik dit clipje niet hier, maar hier tussenin. Dan pak je dat clipje. Dat doe je gewoon door hem te selecteren. Dus op je muis drukken. Um, en je drukt gewoon op delete. Dat is de makkelijkste manier om een clipje te verwijderen. Delete. Stel je wilt hem hier in het midden hebben. Dat kan ook. Daar is deze voor. Die zorgt ervoor dat de clip wordt geplaatst op de primary storyline. Dus dat is dus deze basis storyline. Precies op de plek waar jij... Deze cursor zet. Nou, ik zet hem bijvoorbeeld hier neer. En als je dan hierop drukt, kijk, dan split hij die andere clip. En dan zet hij de nieuwe clip daar precies tussenin. Nou, dan ga ik weer naar het begin. Druk op spatiebalk. En dan kan je hier weer zien wat het eindresultaat wordt. Nou, zoals je zo meteen gaat zien, gaat de clip nu springen. Dat komt natuurlijk doordat wij dezelfde camerahoek en hetzelfde clipje gebruiken. Kijk, hij verspringt. Maar dat gebeurt er dus als je knipt eh, op, je, op, dezelfde, op hetzelfde niveau. Nou, stel dat je zegt van, nou, dat was toch niet helemaal de bedoeling. Een andere manier om je laatste actie ongedaan te maken is door te drukken op Command-Z. Command, -Z, Command-Z. En dan ga je, te, je laatste actie wordt dan ongedaan gemaakt. Nou, eh, dat is dus een andere manier hoe je ook iets kunt slepen boven een andere video bijvoorbeeld. Is door hem gewoon hierbovenop te zetten, dan gaat je oude clipje gaat niet verloren. Die, gaat niet, die wordt niet door, midden, door uh, tweeën, in tweeën gehakt. Um, en um, het belangrijkste om te onthouden is dat alles wat bovenaan staat, dus hoe hoger het clipje staat, dat is wat je ziet. Dus alles wat op het hoogste niveau staat, dat is wat je ziet. Dus in dit geval zien we dit. Zou ik hier nou nog wat bo anders bovenop zetten, tekst of iets dergelijks, dan zou je de tekst zien. Um, wel belangrijk is om te weten dat alle audio, dat je dat gewoon hoort. Dat kun je uitzetten, dat laat ik je in, ander, in, in een andere video wel even zien. Dat is een hele video apart, audio. Maar dit is dus hoe je een clipje boven de andere clip zet. Um, Final Cut Pro werkt, uh, is een magnetische timeline. Dat betekent dat alle clipjes... Uh, of aan de basic timeline zitten of aan elkaar vast. Uh, je zult dus nooit gaten krijgen tussen clipjes in. Uh, en dat is goed om te weten, omdat uh, andere Add-up-programma's uh, niet zo werken. Nou even kijken. Stel je wilt hetzelfde doen. Ik geef een clipje weer delete. Stel je wilt hetzelfde doen, alleen dan met je toetsenbord. Nou dan selecteer je het clipje. Um, of met het toetsenbord, met, met deze snelfuncties. Dan kun je gewoon deze, dit uh, knopje selecteren. Of de Q. Kijk, en dan komt die er ook bovenop. En dit clipje zit dus vast aan die. Nou, wat dat betekent is dat als je deze verandert, als je deze ergens anders neerzet op je timeline, dat het bovenste clipje altijd mee komt. En dat kun je zien doordat ze hier aan elkaar vastzitten. Ja, dat is een beetje tricky, want het is behoorlijk klein. Maar zodra je eraan gewend bent, dan weet je dat. En uh, ja, het is gewoon om, uh, om het ja, in principe allemaal makkelijker te houden. Alle clipjes zitten op een bepaalde manier aan elkaar vast. Stel, ik voeg nu even wat tekst in. Dat doe ik hier aan de rechterkant. Hier zitten alle tools. Ik voeg hier, ik selecteer het gewoon. Ook hier weer gewoon slepen. Kijk, ik sleep het boven een ander clipje, zodat. Dat krijg te zien, want als je hem onder zou slepen, dan zou je het dus niet te zien krijgen. Want alles wat bovenaan staat, dat zie je. Nou, dubbel klik erop en dan kan ik hier de titel veranderen. Uh, dit noemen we even knutselen. Even ter voorbeeld. Nou, zoals je ziet, wat het hoogste staat, dat komt dus ook uh, bovenaan in beeld. Dat is het eerste wat je ziet. Uh, nou, dit was eigenlijk de meest basic manier om te knippen en te plakken. Uh, je kunt uiteraard al deze clipjes zo slepen hier naar het begin. Uh, stel ik maak nog even een clipje. Zet ik hier neer. Kijk, doordat het magnetisch is, kun je zeggen van nou, ik wil dit clipje hier neerzetten. Of ik wil dit clipje daar neerzetten. En je ziet ook door die, wat, wat blauw is, zie je waar het clipje komt en hoe dat er dan ongeveer uit komt te zien. Hoe groot, hoeveel ruimte dat zal innemen. Kijk, dat zie je hier ook. En dat zie je hier ook. Dus dat doet hij al voor je. Nou, en als je hem dan loslaat, dan zet hij hem er automatisch neer. Nou, wil je een clipje nou erboven hebben, dan het enige wat je hoeft te doen is hem omhoog te trekken. En los te laten en hij zet hem er automatisch neer. Nou is dit clipje dus vast aan dat onderste clipje. Die kan ook weer de titel pakken en die daar daarbovenop slepen. Het is eigenlijk dus een kwestie van, zodra het hier eenmaal in staat, gewoon een kwestie van dingen heen en weer slepen. Nou, mocht je nou toch benieuwd zijn naar mijn audio-verhaal uh, van zo net, dan laat ik het even kort zien. Uh, stel, je wilt dat dit de, de main audio is, dus van het onderste clipje en de audio die hier dan overheen komt, dat wil je er niet bij hebben. Nou, dit is de audio. De waveform die je hieronder ziet in het blauw. Dus elke keer als dit omhoog gaat, dan is er wat meer geluid. Hier zie je, als je eroverheen hovert, dan zie je hier een lijntje staan. Hij staat nu op 0 decibel. Overal staat hij op 0 decibel. Dat betekent dat ik in principe nog niks met het geluid heb gedaan. Ik heb het niet harder gezet, niet zacht gezet. Kijk, als je overheen hovert, dan staat al Adjust Volume. Dus je kunt hem naar beneden trekken. Omhoog trekken, dus je kunt hem harder maken. Nou, nou is hij 12 decibel harder dan het originele geluid. En je kan hem ook helemaal naar beneden trekken, zodat hij helemaal weggaat. En dat betekent dat nu, dit clipje, horen we helemaal niks meer. Nou, er zijn allerlei andere manieren om dat te doen, maar dat is even de makkelijkste manier. En ik ga het nou gewoon even afspelen om te laten zien wat we nu hebben. Dat doe ik door op de spatiebalk te drukken. En nu zie je dat hij zo meteen gaat verspringen. Want dan gaan we naar dat clipje wat hier bovenop staat. En zo meteen komt de titel. Kijk, omdat hij dan uh, dat clipje pakt. Want die staat weer daarbovenop. Nou, dat was mijn verhaal. Ik, uh, dit is mijn basic manier om te editen met Final Cut Pro Protein. Uiteraard is dit... Heel, heel, heel erg bezig. Um, en uh, ik vind het leuk om hier vaker video's over te maken. Dus heb je er interesse in? Laat het dan zeker weten. Ik geef regelmatig video-workshops en trainingen. Um, ga naar pelpina.nl, dat is mijn website, uh, voor uh, wat meer leuke filmpjes. En um, nou, heb je een vraag? Laat dan zeker een reactie achter. En dan hoor ik het vanzelf. Heel veel succes met editen!